Nog even naar de situatie met Nouri. Toch nu een arbitragezaak. Ja. Waarom? Nee, omdat ze komen niet uit qua geld. Hè, want het gaat natuurlijk wel om geld. Ja. En ik hoorde vanuit de kant van Nouri dat het om 15 miljoen ging. Johan heeft andere bedragen. Heeft hij ook een bevestiging van. Maar er zijn natuurlijk, aan de ene kant heeft hij... 15 miljoen die Ajax wil geven. Ja, nee, eigenlijk, dat komt uit kamp Nouri, dat zij maar 15 miljoen willen. Maar volgens mij zou, als het 15 miljoen zou zijn, zou Ajax wel betalen. Hmm. Maar dat schijnt dus een veel hoger bedrag. Maar er zit een gedeelte schadevergoeding, zeg maar, voor wat hij gemist heeft in zijn loopbaan. Een gedeelte smartengeld, dus misschien dat daar het verschil in zit. En verpleging. Maar Ajax die staat op het punt, want wat daar op dat veld gebeurt... is dat hij sowieso nooit topvoetbal meer zou spelen. En nee. de familie Nouri die zegt van, er was een hartstilstand. Er zijn meer mensen die hebben een hartstilstand. Of een hartritmestoornis, die zijn meer spelers geweest. Hè? Canoe onder andere, Snow, Daley Blind bijvoorbeeld nu. Die zijn allemaal weer aan het voetballen gekomen. Dus zij willen dat bedrag er ook bij betrekken. Ik heb vanmiddag de advocaat gesproken, KSM van Nouri. Die zei ook van, Ajax heeft zich vanaf het begin af aan op het standpunt gesteld. Hij zou waarschijnlijk Ajax 1 niet zou hebben gehaald. Dat was hun idee bij Ajax. En hij had niet kunnen voetballen met een kastje. Daar zijn ze later op teruggekomen, dat eventueel wel zou kunnen. Maar ze gingen ervan uit dat hij in zijn carrière waarschijnlijk Ajax 1 niet eens zou halen. Nee. Laat staan dat hij na dat gebeuren, ja. Ja, ja. Ja. Dus wat zwak is in deze zaak van Ajax... Kijk, dat hij Ajax 1 niet zou kunnen halen, daar kun je over discussiëren. En dat is ook nooit te bewijzen. Maar wat zwak is natuurlijk dat een clubarts in dienst van Ajax... een bepalende fout heeft gemaakt bij de behandeling toen het gebeurde. Waardoor Ajax een soort verantwoordelijkheid heeft. Maar ik vind het van een discussie die eigenlijk achter gesloten deuren gevoerd had moeten worden... vind ik het iets ordinairs krijgen... Want het blijkt nu ordinair echt om veel geld te gaan. Ja. En Ajax is natuurlijk als beursgenoteerd bedrijf niet zo... om maar te geven wat die mensen eisen. Nee, maar die 60 tot 100 miljoen, hebben we het over gehad, dat is... Nee, maar ik hoorde 30 tot 40 miljoen. Dat is nu het laatste verhaal wat ik gehoord heb. Ja. Ja, kijk, en je kunt natuurlijk best een berekening maken... wat zo'n jongen, als hij niet Ajax 1 gehaald had... had kunnen verdienen in zijn carrière. Plus vind ik dat Ajax wel... de verpleegkosten, want die jongen zal levenslang verpleegd moeten worden. Nou, dat is volgens mij waar ze sowieso geld voor willen hebben. En dat is ook wat Ajax volgens mij wil betalen. Want Ajax is natuurlijk niet verantwoordelijk om die hele familie te onderhouden... voor 20, 30, 40, 50 jaar. Kijk, en dan kom je wel op dat soort bedragen, maar rond 10, 15 miljoen. Daarvoor zou je kunnen zeggen van, nou, daar kan je gewoon de familie... Maar kijk, bij Fiorentina overleed er een speler... En toen heeft het bestuur gelijk gezegd... voor de rest van het leven van de familie contract voor het leven, zeg maar. Die overleed in het hotel. Ja. Toen, hè? Ja, maar daar hebben ze gelijk gezegd, geen gezeik. Ging tussen de middag slapen, maar wat is de familie, hè? Dat was volgens mij zijn vrouw en een kind, hè, was dat. Mm-hmm. Dat vaders, moeders, broers. Dat ging niet de hele tijd maar door, weet je. Nee, op een gegeven moment wil je niet om hoeveel geld dat toen ging. Nee, maar dit is een andere cultuur. Dat, kijk, dat was een heel hecht gezin waar Nouri uitkwam. En ik kreeg sterk de indruk, die vader had een slagerij... maar dat Nouri het hele gezin onderhield. Want vader reed in een auto waar ze in Beverly Hills... behoorlijk jaloers op geweest zouden zijn. En dat kan toch niet uit de slagerij komen. Dus die Nouri was daar ook een beetje de penningmeester van het gezin al. Ja. Nou ja, moet Ajax daarvoor opdraaien? Nou ja, goed, dat gaat nu blijken. Arbitragezaak, KNVB moet een commissie samenstellen. Maar het wordt nu heel pijnlijk als dus alles op straat komt te liggen. Ja. Dan wordt het gewoon heel erg pijnlijk. Maar dat hoeft nog niet, hè? Want beide partijen die kunnen vragen om het achter gesloten deuren. Als er één partij zegt, we willen achter gesloten deuren en de ander niet... dan bepaalt die commissie, die arbiter met zijn twee kompanen... die bepaalt dan of het wel of niet openbaar is... Maar ja, ik kan me voorstellen dat de partij Nouri het wel openbaar wil doen. Want, die indruk had ik ook niet. Nee, ik kan me voorstellen dat de publieke opinie eerder bij Nouri ligt dan bij de grote werkgever. Ja, maar als het eenmaal om 40, 50 miljoen zou gaan... Dan kan het omslaan. Dan kan het natuurlijk omslaan. Ja, weet je wat is heel vet? Dat zeiden wij nog te net in de kleedkamer. Dat ventje van Barcelona, die Simons, wordt dat... al 8 jaar gezien als het allergrootste talent in de wereld. Ja. Ga naar Paris Saint-Germain, kom nooit aan spelen toe. Het ventje van Manchester United, die Chong of zo, toch? Het grootste talent van Engeland, is nu naar Werder Bremen, speelt nooit. Nee. Dus ja, dat is gewoon niet te zeggen, joh. Nee. Dat kan je echt vergeten. Inderdaad, Maar daar zal een bepaalde deskundige zal daar toch wel iets mee moeten doen. Ja, maar dat kan niet.
Nee. Nou ja, dat gaat nu wel gebeuren. Er wordt een commissie samengesteld. En die moeten daar uiteindelijk een oordeel over vellen. Als het, niet kijk, als het de familie natuurlijk van de Beek en Frenkie de Jong voor ogen hebt. Nee, of dat je Karel Eiting voor ogen hebt. Ja. Ja. Dat is nou, wel een verschil. Gaat ja, maar ik begrijp het wel. Hij was het heldje van die hele familie. Die mensen waren er heel trots op. En die zagen in hem een Barcelona speler. Ja. Ja, maar ja, die Simon speelt al zijn leven lang bij Barcelona. Ja. Die is met 12 jaar weggehaald. Ja, er zijn weinig spelers die doordringen tot Barcelona. Die zit nu bij Paris en je mag die af en toe meetrainen. Maar volgens mij is inmiddels ook al 20, denk ik, of niet? Nou, 18 of zo, volgens mij. Ja, 18, 19. Ja, volgens mij is Leen Meijer, dat is de man... Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Dat is de man die zich gewoon corporate, business-wise opstelt. Ja, maar je moet je ook niet laten leiden door sentimentele argumenten. Je moet als Ajax daar heel zakelijk in staan. Ja, maar je zou misschien wel wat extra's kunnen doen. En volgens mij willen Van der Sar en Overmars dat wel. Maar ja, uiteindelijk ligt het natuurlijk ook bij mij uit. Dat lijkt het nu wat wel dat betreft. Op.